fijn. Heb ik voor gestudeerd. En gezellig. Dat ik naar de auto loop. En dat ik instap en dan denk, oh kak. Maak nu draaien, zo zien jullie mij in mijn pyjama. Zij ligt pas net op bed en ik krijg al een bericht dat hij bleef zo lang. We zijn onderweg naar school. Het is vrijdagochtend. Het zonnetje schijnt heerlijk. Ah, lekker. Ze heeft een medaille om. En die familie moet nog binnenkomen. Oh, maar we hebben hem gisteren laten zien. Oh, ben ik weer een tassenpaal? Pakezel. Fijn. Heb ik voor gestudeerd. Meiden zitten weer lekker op school. Ik heb thee gezet. En echt, mijn vermoeidheid komt er een beetje allemaal uit. Dus ik ga even rustig zitten. Masha komt zo nog even een bakkie doen. Dus dat is helemaal gezellig. Oh, mis. Ik ben weer onderweg naar school. Ik heb echt heel de ochtend met Masha zitten kletsen. En echt, het voelt even alsof het lente wordt. Het is lekker buiten. Alleen zag ik dat het ook weer slechter gaat worden. Beetje jammer, maar het blijft nu even zo. Dus zo even mijn meisje ophalen en gezellig lunchen met mijn kleine vreubel. Gezellig met mijn meisje. Eet smakelijk. Die geen avontuurdaagse kampioen heet, maar zwemkampioen. En vandaag is Sarah zwemkampioen. Hij heeft heel hard doorgegeten, want hij wilde heel graag de Bellega's Vuisreeks verder kijken, hè? Ja. Dus die zijn we nu aan het kijken een stukje. We hebben maar een paar minuutjes. En ik heb een bloemenslinger gekregen. Dit meisje mag weer naar school. Laatst paar uurtjes. En dan heb je weekend. Nou ja, zwemles. Maar dat is met je beste vriendin. Wel één van je beste vriendinnen. Dus dat is geen straf, hè? Ja. En ik breng jullie samen. Ja. Want Noah, de moeder heeft een andere afspraak. Oké. En dan, dat kon omdat jullie met mij mee kunnen rijden. Omdat ik ga toch. Dus dat was perfect. Ja. Ik heb nog steeds zo'n last van vermoeidheid vandaag. Maar ik heb net zo de zwemtas klaargelegd. Die staat bij Noah de tas, want die heb ik vanochtend al van jullie gekregen. Ik heb net met Denise nog aan de lijn gezeten. Met nog een bedrijf waar ik dingen mee moest bespreken. Dus, oh, ik mag zo alweer de deur uit. Maar ik ga echt even een zwemmoment. Ik heb echt even beloofd dat ik het even wat rustiger aan. Dus dat wil ik eigenlijk voor deze week gewoon nog volhouden. En dan kijken of ik het maandag voor elkaar krijg. Ik doe genoeg hoor. Ik bedoel, het huis en alles gaat door. Maar ik heb gewoon heel even nodig om wat minder te doen. Dus ik ga weer even een rustmomentje pakken. En dan die meiden ophalen. En dan ben ik hopelijk een klein beetje weer opgeladen. En ik mag geen thee meer drinken nu. Dus dat vind ik ook niet leuk. Want ik heb er echt trek in. Maar dat is nooit zo handig. Thee werkt zo lekker op je blaas door. Het gaat goed vandaag. Ik ben zo uit mijn ritme. Dat zei ik pas natuurlijk al. Dat ik naar de auto loop. En dat ik instap en dan denk, oh kak. Ik ben al die zwemspullen vergeten. En ik had Noah de tas natuurlijk al. En dat ik zeg, de tas al ingedaan. Noah heeft een boodschaptas. Ze moeten tegenwoordig een hele grote tas mee. Het liefst een boodschaptas. Omdat ze al hun kleding en alles er ook tussendoor in moeten. Zodat niks in een kleedkamer blijft liggen. Dus ja, ik denk dat ding is zo groot en laat ik het alsnog liggen. Het was niet echt heel fijn, dus ik snel weer naar binnen gerend. Die tas gepakt. En nu onderweg naar school, maar ik ben nog wel op tijd. Wat doen jullie? Oké. Hé, wat goed. We hebben je schimschoen weer teruggevonden. Je andere. We waren heel de week al zijn de gymschoen kwijt. En dan zie ik opeens een gymschoen in de auto liggen. Maar die andere is thuis. Ja, die was thuis. Maar ik kan mijn grote schoen blijven. En je hebt goed gezwommen. Ja, en ik wil gewoon mijn grote doen. Want ze zit al helemaal perfect. Oké. Die kleinere mogen weg. We gaan even kijken thuis. Zo, dus ik loop nu even naar boven toe. Om een kaart te maken. Ondertussen is het even kijken op de klok van mama.
Wow. 18 over 7. Nog niet heel laat dus. Ik had afgesproken met mijn moeder om half 8 dat ik naar bed ging en ook een kwartier had om me klaar te maken. Maar ik ben dus weer heel vroeg naar bed gegaan. Deze plek is ook wel handig. Even de staartplek. Ik ga maar even mijn kruk erbij pakken, want anders zien jullie me helemaal niet. Nou, dan zien jullie nu mijn outfit. Ik heb nu dit aan. Deze rok. Mijn majoor heb ik al uitgedaan. Ja, toch even mijn plek bij mijn been. Doet heel veel pijn. Dan zien jullie me zo weer. Doei. Ik maak nu draaien. Zo zien jullie mij in mijn pyjama. Oké, ik ben dus in mijn pyjama zoals ik heb gezegd. Zo, nu heb ik me even klaargemaakt. Ik had jullie net hierop staan. Dit ding, het plankje. Normaal altijd de tandpastaat aan van mijn papa, mama en natuurlijk van ik zelf. Van ik. Dit ding, licht uit. Mijn kamer. Deur is al open, dus kom ik snel binnen. Zo, die er weer in doen. Oké, mijn haar even borstelen, dan kan ik deze neerzetten. Even kijken. Nee, deze werkt niet. Dan. Zo, even mijn haar borstelen. Dat is best wel handig. Oké, even kijken bij mijn kleine kind die ik net op bed heb gelegd. Nou, hoe gaat het? Waarschijnlijk gaat het goed met hem. Nou, laten we die weer dicht doen. Maar natuurlijk even zijn mutsje pakken. Ja. Zo. Even. Ja, mama. Wat van jou. Ja. Super gedaan. Nou. Oh. Liefste. Ja, ik ben je liefste. Zij ligt pas net op bed en ik krijg al een bericht dat de picknick er over een paar minuten al is. Gaat echt snel. Dus ik ga niet editen nu. Ik ga gewoon lekker even tv kijken. Ik had wel tegenzet. Tot de boodschapjes er zijn. En het is trouwens nu echt super zonnig. Dat daarnet trok het weg. En dan als het koud wordt en laat, komt die zon weer lekker. Maar ik hoop dat het morgen en overmorgen even lekker zonnig leuk is. Dat hoop ik echt. En we zijn weer helemaal vol. Maar ik moet even gaan kijken hoe ik het allemaal weg kan ruimen. Ik besef me net dat vandaag denk ik best wel een saai vlog is. Alleen, ik heb gewoon echt even een rustdag nodig gehad. En ik ga dit weekend... Ja, we hebben al dingen gepland staan, maar ik ga ook gewoon even die lijn doortrekken en dan kijken of ik volgende week weer wat meer energie heb voor alles. Maar soms heb je gewoon even die momenten. En dat was balen. Oh, kijk nou. Ik liet dit van de week zien. Ik weet niet of dit pakt. Dat er niks uitkwam. En ik pak hem eigenlijk denkende van dit doek ondertussen weg. Komt er opeens wel een plantje. Jee, hij doet dat. Oh, dit is zo leuk. Dit ga ik morgen aan Sarah laten zien. Deze heeft nog steeds niets, maar die ga ik dan toch ook nog even een paar dagjes laten staan in de hoop dat hij het dan beter gaat doen. Of misschien helemaal nog gaat doen. Dit is weer zo leuk als je dan toch jezelf kan zetten om te gaan editen. Oh, hij gaat nu even een stukje lopen. Ik ben echt al een half uur. Hij bleef zo lang updaten. Echt, ik word er altijd helemaal gek van dat hij dat ongepland doet. Maar... Ik heb maar de hele avond de OE gekeken. En
Ja, ik vind hem wel goed. Ik zit er wel helemaal in. Ik ben bijna aan het einde. Maar nu is het een beetje laat en ga ik slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!